Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel moois maken. Laatst had ik een video geplaatst van een romantisch boordbloemstuk. En naar aanleiding van die video kreeg ik heel veel berichtjes van... Goh, kan je nog meer van dat soort romantische bloemstukken maken? Daarnaast is het natuurlijk heel fijn dat het goed indroogt. Dus dat is natuurlijk extra mooi meegenomen. Hè? Nou, vandaag gaan we weer een romantisch bloemstuk maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het bloemstuk van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. En ik zou zeggen, laten we nu gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaan we een romantisch bloemstuk maken. En we gaan een krans maken. Ook veel aangevraagd. Dus twee vliegen in één klap. Gelijk weer heel veel blije mensen, denk ik. En die gaan we weer opmaken met mooie romantische dingen. Ik ga hem op een aparte manier opmaken. Speciaal opbouwen. Je kan hem natuurlijk gemengd opmaken. Maar ik ga het iets anders doen. Dus ik zou zeggen, ik haal je er even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Ik heb de krans vol laten zuigen in water. Natuurlijk nooit onderdrukken. Niet onder de kraan, maar zelf vol laten zuigen. Dan heb ik roosjes. Trostroosjes in verschillende kleuren. En ook hele aparte. Ik knip ze eventjes wat korter. Want dat vind ik wat makkelijker werken. Maar ik snij wel alles nog eens een keer schuin aan. Dus daar moet je rekening mee houden. Dan deze is mooi. En deze heeft allemaal aparte roosjes. Ook heel leuk die kleurencombinatie straks. Nog dit roosje, nog weer een ander roosje. En we beginnen met de grootste knopjes. En die verdelen we in het midden van de krans. Snij alles dus goed schuin aan en stik het er mooi compact in. En afhankelijk van hoeveel knopjes jouw roosje heeft, verdeel je die. Hier een steeltje zal misschien wat meer hebben als de ander. Als je het makkelijk vindt, kan je het ook eerst even een beetje uitleggen. Dan pak ik het volgende roosje. En dat doe ik eigenlijk op dezelfde manier. Als je daar nog wat extra van hebben, kan je die ook gewoon verdelen. Steek die er gewoon bij naast. En dat doe ik ook met de kleine trosroosjes. Dus de baas worden echt roosjes. Ja, ik vind het geweldig nu al. Hier hebben we iets meer van, dus hier kan je ook iets meer van insteken. Die zet je er meer omheen. Ik vind het juist ook mooi om de knopjes erbij tussen te doen, mocht je die hebben. Nou, dit is al echt geweldig. En daaromheen gaan we verder werken met andere fijne materiaaltjes. Ik heb mooie disteltjes, maar ook gipskruid. Die steek je er ook weer omheen. En zo bouw je hem eigenlijk van bovenop eigenlijk op. En als je het mooi compact erin steekt, kan dit eigenlijk gewoon niet misgaan. Dat heb ik mooi gipskruid. En hier maak ik ook kleine toefjes van. Je kan het even op draad zetten als je dat makkelijk vindt. Maar het hoeft op zich niet, want het gips is op het moment best wel stevig. En die steek je er ook mooi compact bij tussen. Thank you.
Dan heb ik ook gipskruid in een wat felle kleurtje. Hier doe ik niet te veel van mijn tussen, maar een klein beetje. Dat haalt hem wel mooi op. Limonium heb ik in verschillende kleurtjes, dus dat verwerk ik op dezelfde manier in verschillende kleurtjes. Mooi gemengd door elkaar heen. Heb ik mooie wax, ook echt een heel lief bloemetje. En ook de knopjes vind ik trouwens echt heel erg mooi. Dan vind ik het nog wel mooi om dan net een paar roosjes onderin terug te laten komen. Maar niet te veel, omdat ik juist graag wil dat het aan de bovenkant het centraal staat, laat maar zeggen. Dus hier doe ik her en der nog tussen. Mocht je nu nog gaatjes zichtbaar hebben, kan je het opvullen met de rest van de materialen die je nog hebt. En ik gebruik nog een beetje Silantia om het af te werken. En de Silantia stop ik er gewoon heel subtiel bij tussen. Niet te veel, want je wil juist dat het niet te veel afleidt. Maar het geeft wel een heel mooi kleurtje erbij. Het grijzige. Hoe mooi. Aan het eind controleer je nog even goed of alles mooi bedekt is. Ja, en je kan zo'n krans natuurlijk op heel veel verschillende schalen neerleggen. Hier staat hij bijvoorbeeld echt prachtig op. Een hele mooie schaal. Die zijn allemaal los verkrijgbaar in onze webshop. Deze is ook echt heel erg mooi.
Ja, daar past hij echt precies mooi op. En komt hij ook heel mooi tot zijn recht. Omdat deze iets naar boven loopt, lijkt het alsof hij zweeft. En dat geeft een heel mooi effect. Deze is toevallig ook in de aanbieding op dit moment. Dus dat is heel erg leuk. Dat is een schaal van PTMD. En wat ook heel mooi is, is om op een dienblad te doen. Hij is eigenlijk hier, ja, hij kan er wel goed in. Maar hij komt er wel vaster in te liggen. Nou, ik kan hem eigenlijk op elke ondergrond neerleggen. En ik zelf vind dit echt de mooiste. Die van PTMD. Dus echt heel tof. Echt super mooi. Nou ja, echt eentje om weer verliefd op te worden. En ook voor deze geldt weer eenvoud siert. Want je hebt best wel veel kleine materiaaltjes bij elkaar. Waardoor die al wat drukker is. Dus dan kan je er heel veel aan toevoegen. Maar dan is het juist ook goed om het soms te laten. Want kijk, wat een beauty. Die wil je gewoon op tafel. Deze komt bij mij op tafel. Wil je dit bloemstuk nu zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Ja, en ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Ik vind hem heel erg leuk. En laat hieronder weten wat jij ervan vindt. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zie jullie bij de volgende keer weer. Doeg!